Heen van Azenbroek, 2-2. Verliezen in de strafschoppen, wat is je gevoel na deze wedstrijd? Ik denk dat we met een positief gevoel naar huis gaan. Maar oké, we hadden natuurlijk liever gewonnen. En die kans zat er ook dik in. Hè. We hebben heel veel kansen gecreëerd. We hebben kansen gecreëerd om 4 wedstrijden te winnen. Maar ja, ze gingen er niet in. De eerste helft 2 keer tegen de onderkant van de paal van de lat. En zelfs de tweede helft nog een aantal goede kansen. Maar oké, het was de test op zich. De laatste test was niet slecht. We hebben morgen nog een wedstrijd om de andere jongens aan het werk te zien. En ja, ik ga met vertrouwen naar de competitie toe. Aan welke zaken moeten nog gesleuteld worden? Ja, vandaag dan vooral afwerking zou ik zeggen. Hè. Dat was het grootste minpunt vandaag. Plus dan een heel te vermijden doelpunt op een stilstaande fase. Veel te eenvoudig. En daar zijn nog afspraken over gemaakt. Dus daar ga ik wel heel streng mee om. En dat zal morgen zeker te sprake komen. Je zei het daarnet al, morgen staat er een oefenwedstrijd op het programma. Hoe ziet de rest van de week er dan uit? Ja, dinsdag rustdag en dan gaan wij ons voorbereiden naar de eerste competitiematch toe. Dus we zitten in een normale voorbereidingsweek voor voorbereidingen achter de rug. Nu is het grote werk komt eraan. Oké, hartelijk dank.